Dit is de gloednieuwe Peugeot 508. Het is niet alleen een hele mooie auto geworden, het is voor Peugeot ook een grote sprong voorwaarts. Want met een hoog kwaliteitsniveau en zeer moderne technieken wil Peugeot met deze auto de strijd aan gaan binden met auto's als de Audi A5 Sportback en de Volkswagen Arteon. En de grote vraag is natuurlijk, is dat Peugeot gelukt? De Peugeot 508 is korter en lager geworden dan zijn voorganger. Het is niet langer een saaie limousine, maar een chique, gedrongen vijfdeurs coupé die het moet opnemen tegen auto's als de Volvo V60 en de Opel Insignia. En stiekem ook de Audi A5 Sportback, de VW Arteon en de BMW 3 GT in het vizier heeft. Ja, en als je de concurrentie aan wil gaan met dat soort auto's, dan moet de 508 tot in de details kloppen. Als we nou eventjes deze auto van dichterbij bekijken, dan zien we dat Peugeot de leeuw weer terug heeft gebracht in de grill. Heel goed, die was bij een aantal modellen niet meer in de grill, maar nu weer wel. Daar hoort hij te zitten met de typeaanduiding erboven. Heel goed, echt Peugeot. Deze dagrijverlichting, heel kenmerkend voor de neus van de 508. Als je deze auto nu in je spiegel ziet, dan kan er geen twijfel over bestaan dat er een 508 achter je zit. Nou, als je naar deze naden kijkt, hier bijvoorbeeld van die motorkap en hier deze naden hier, dan zie je dat het allemaal heel netjes en strak aansluit. Dat is waar ze proberen om die premium merken naar de kroon te steken. En speciaal daarvoor heeft Peugeot zelfs in Mulhouse hun fabrieken aangepast. Dat zijn nogal grote dingen, hè? Dan wil je echt wel iets bereiken. Nou, als we dan hier naar de zijkant lopen en ik open deze deur, dan voel je hoe zwaar en solide deze deur aanvoelt. Heel goed gedaan. Er zitten extra zware motoren in om die ramen te bedienen. En nou ik het toch over die ramen heb, kijk, hier zit geen raamstijl meer. Dat geeft hem meer dat coupé gevoel. Zo is dit raam dikker dan normaal voor extra geluidsisolatie. En nou komt het, als je hem dichtgooit, moet het natuurlijk wel mooi sluiten. En dat doet het, zie je, perfect. Als ik dan naar achteren loop en je staat zo'n beetje hier, dan zie je dat de auto aan de voorkant breder is dan aan de achterkant. En daardoor lijkt het alsof het een soort bodybuilder is, dat hij lekker dik op zijn wielen staat. Ziet er goed uit hoor. Of deze 508 succesvol zal worden hangt uiteraard ook sterk samen met de prijzen. De Peugeot 508 staat vanaf deze zomer in de showroom en is er dan vanaf €37.690. De prijzen lopen vervolgens op tot 54.000. Qua prijs zit het dus wel goed. Ter vergelijking, een Volkswagen Arteon is er vanaf €40.251 en een Opel Insignia vanaf €36.449. Verder staat dit najaar op de Salon van Parijs deze fraai ogende station wagon. Die zal naar verwachting nog voor het eind van het jaar in Nederland te koop zijn en zal concurrentie krijgen van de nieuwe Volvo V60. Ja, dat ziet er mooi uit, hè. Kijk, dat kunnen ze wel bij Peugeot. Mooie interieurs bouwen. Dit interieur lijkt helemaal niet op interieurs die je in andere auto's tegenkomt. Het lijkt op zijn hoogst op interieurs van andere Peugeots. Van bijvoorbeeld de 3008 en de 5008. Met die kenmerkende pianotoetsen hier. iCockpit, het kleine stuurwiel waar je overheen kijkt zodat je de meters kunt zien. Die meters vind ik dan wel aan de kleine kant. Maar je kan ze inderdaad goed zien als je door dit kleine stuur, als je het stuur ook omlaag zet. Peugeot zegt ook nog dat je daardoor een maximale controle hebt over de auto. Doordat dat stuurwiel zo klein is. Dat vind ik onzin. Groot stuur, klein stuur maakt niet uit. Dat zit in jou, niet in het stuurwiel natuurlijk. Dan, ander ding. Deze auto zit vol mooie, moderne technieken. En één daarvan is Night Vision. Dat is verkrijgbaar op deze auto als een extra. Dat betekent dat hij in het donker kan hij 250 meter verder kijken dan de koplampen reiken. Allemaal super knap en heel erg veilig, hè? Nog even over die meters. Dat is een digitale projectie. En dat betekent dus dat je zelf kan bepalen wat je voor je neus ziet. Je kan hier kiezen uit 6 verschillende projecties. En dat is eigenlijk best wel mooi. En een van de standen die daarin zit, is dat je de navigatie recht voor je neus krijgt. Dat is heel fijn en ook veilig, want dan hoef je niet steeds naar dat schermpje te kijken. Ja, en als je dan een auto bouwt die bedoeld is voor de bovenkant van het zogeheten D-segment, dan mogen twee dingen niet ontbreken. Dat is om te beginnen mooi leer. Nou zitten we hier in de GT, dat is de duurste versie en die heeft inderdaad prachtig leer met hele mooie stiksels. En wat niet mag ontbreken is een goede stereo-installatie. Concurrerende merken hebben dan bijvoorbeeld een Mark Levinson of een Bose-installatie. Peugeot kiest natuurlijk Frans en komt uit bij het merk Focal. En ik moet zeggen, daar komt een ontzettend mooi geluid uit. En dan ook belangrijk, hoe zit ik hier dan achterin? Want als je naast de auto staat en je ziet die daklijn, dan denk je, dat wordt krap achterin. Beenruimte, heel veel. Ik zit hier achter mezelf, ik ben 1,80 meter en je ziet hoeveel ruimte ik over heb. Ja, de hoofdruimte, ja, het gaat net. Ik heb net genoeg ruimte voor mijn hoofd. Ik zit wel een beetje achter de C-stijl. En dat voelt een beetje opgesloten. Maar ja, dat is natuurlijk inherent aan deze daklijn hier, hè? Die coupé-lijn. Ja,
Ja, en als je dan wil concurreren met auto's als een Volkswagen Arteon en een Audi A5 Sportback, dan moet je ook met krachtige motoren komen. En dat heeft Peugeot goed begrepen. We zitten nu in de allerkrachtigste benzineversie. 1,6 liter met 225 pk. Dat is flink wat. In principe is de auto behoorlijk comfortabel. Echt zoals je van een Franse auto van een Peugeot verwacht. Maar als ik hem hier in sport zet, dan schakelt hij één tandje terug. Besturing wordt dan ook fijner. Ik vind hem in comfort en in normaal wel oké voor het type auto. Maar in sport voel je veel beter wat je aan het doen bent. Kijk, en dan pakt die motor lekker op. Die achttrapsautomaat zit standaard op bijna alle versies. En die schakelt dan ook op de juiste momenten. En kijk, dan kijken we hier zo'n bocht door. Vroeg op het gas. En dan gaan we, hè. De benzineversies hebben altijd een 1,6 liter 4-cilinder turbomotor met 180 of 225 pk. Volgend jaar komt daar nog een plug-in hybride bij die 300 pk opwekt. Qua diesels is er keuze uit een 1,5 met 130 pk of een 2 liter met 160 of 180 pk. Op de 1,5 diesel na hebben alle versies standaard een 8-traps automaat. De 1,5 diesel heeft een handgeschakelde zesbak. Ja, wat een aangename verrassing, de nieuwe Peugeot 508. Het is een hele mooie auto geworden. Hij zit bordevol veiligheidssystemen, hij is goed afgewerkt en hij is leverbaar met lekker krachtige motoren. Maar of deze auto een succes wordt, zal vooral ook afhangen van zijn prijsniveau. Nou is dat van afprijs van onder 40 miljoen natuurlijk dik in orde, maar het gaat om die leaseprijs en die weten we nog even niet. Maar we kunnen wel zeggen dat als jij een dik uitgeruste Opel Insignia te gewoontjes vindt en een BMW 3 GT te duur, dan heeft Peugeot vanaf nu de oplossing voor je.